Nou, we hebben te maken met een bijzonder verhaal. Vanmiddag heeft in Rotterdam een bedrijfsongeval plaatsgevonden op de Industrieweg. Daar is een medewerker van een schoonmaakbedrijf letterlijk in aanraking gekomen met een bepaalde schoonmaakvloeistof. Ja, als je dat rechtstreeks op je huid krijgt, dan gaat dat niet goed. Dan krijg je brandwonden van. Die werknemer van het schoonmaakbedrijf is door een collega hier naar het Maastadziekenhuis gebracht. Vervolgens heeft een arts zich over deze meneer ontfermd, zoals dat gaat op de spoedeisende hulp. Maar die arts werd zelf ook onwel, want die heeft mogelijk de dampen van dat schoonmaakspul ingeademd. Ja, dat is ook niet goed. Dus we hadden het maken met twee patiënten. De oorspronkelijke patiënt die het spul over zijn been had gekregen en een arts die onwel werd. Ja, het gaat om een schoonmaakvloeistof waarvan ik de naam ook niet precies ken. Maar ik weet wel, het is niet te koop voor gewone particulieren zoals jij en ik. Het is speciaal spul. Dat moet je ook onder speciale omstandigheden kun je dat wel gebruiken. Maar niet zomaar. En je moet het ook niet zomaar over je heen krijgen. Dus bij dat schoonmaken vanmiddag op de Industrieweg in Rotterdam is kennelijk iets misgegaan. Nou, daar hebben wij de arbeidsinspectie van in kennis gesteld. Dus die gaan dat eventueel onderzoeken. Maar het gevolg was wel dat deze werknemer dat schoonmaakspul op zijn been kreeg en naar het ziekenhuis moest. Ja, het is inderdaad lange tijd gesloten gebleven en op dit moment dat ik hier nu te woord sta, is dat nog steeds het geval. Dat komt omdat wij niet wisten om wat voor stof het ging. En je kunt je voorstellen als het een heel gevaarlijke stof is, waarbij je echt een hele spoedeisende hulp moet sluiten, dan doe je dat uit voorzorg. Nou, nu blijkt dat het schoonmaakmiddel is, gespecificeerd schoonmaakmiddel. Dat betekent dat als je dat heel goed opruimt, dat de spoedeisende hulp weer open kan. Nou, de spoedeisende hulp wordt nu extra uit voorzorg schoongemaakt en dan gaat die in de loop van de avond gewoon weer open. Ja, we hebben te maken met de oorspronkelijke patiënt, hè, als ik het zo maar even zeg. Die ligt nog steeds in het ziekenhuis natuurlijk. Hij heeft een behoorlijke verwonding aan zijn been opgelopen. En de arts die hem behandeld heeft. Ik kan daar in het kader van de privacy niet al te veel over vertellen, maar ik begreep dat beide aan de betere hand zijn. En laten we hopen dat dat zo voortgaat.